dames en heren. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Firma Amersfoort. Als ik denk aan een World Trade Center, dan denk ik aan hele grote en vooral ook hoge gebouwen. Zoals ze staan in Amsterdam en ook Almere. Maar sinds kort is Amersfoort ook een heus World Trade Center rijker. Niet zo'n hoog statig gebouw, maar wel een eigen vestiging in Amersfoort, gevestigd in de Kamer van Koophandel. We zijn vandaag te gast bij de opening van het World Trade Center Amersfoort. Ik verklaar het WTC Amersfoort hierbij voor geopend. Meneer Veldhuis, je bent directeur van de Kamer van Koophandel. Een tijd geleden stond ik hier met de voorzitter van de Kamer van Koophandel, Rob Ziek. En die was destijds blij, dat is nog niet zo lang geleden, met de nieuwe huurder, de Taskforce Innovatie. We zijn iets verder in de tijd. U heeft weer een nieuwe huurder, het World Trade Center. Bent u daar blij mee? Ik ben er bijzonder blij mee. In de eerste plaats omdat het World Trade Center onze partner is als het gaat om internationale zaken doen. En in de tweede plaats natuurlijk omdat ze in dit gebouw ook zitten. Hoe belangrijk is het WTC voor u als Kamer? In eerste plaats is het denk ik belangrijk voor de ondernemer. Je hebt heel veel aanbieders op het gebied van internationale handel. Partijen die ondernemers willen helpen. En wij proberen die krachten te bundelen. En een van de fysieke plekken om dat te doen is hier in Amersfoort. U sprak ook over iets nieuws voor mij, het ondernemershuis. Zo beschreef u uw pand. Is dat een nieuwe term? Dat klopt. Dat is een beetje nu nog de werknaam. Het is iets wat al langer bekend is vanuit het ministerie van Economische Zaken. Daar hebben we als Kamers van Koophandel al eerder met ze over gesproken. En eigenlijk zie je dat nu dat werkelijkheid wordt. U moet een blij man zijn. Wethouder van Amersfoort, Economische Zaken. En nu weer een stap op weg naar de ideale situatie in 2030, die ooit door Jacques van Eck is beschreven. En nu uitvoering wordt gegeven in de Raad voor Economische Ontwikkeling. Het gaat mij niet zozeer om wat ik vind. Ik ben blij te horen dat veel meer ondernemers de laatste tijd ook zien dat het ondernemersklimaat hier verbetert. Daar doen we het voor. En als ondernemers tevreden zijn, ben ik het ook. Amersfoort ligt niet op een eiland. Ondernemers die zijn al wereldwijd bezig. Hoe kun je ze helpen daarin te groeien? Nou, het WTC is daar een partner bij waarvan wij denken die kan Amersfoortse ondernemers daarbij helpen. Dus ik denk dat het een goede zaak is. Wat is de betrokkenheid van de gemeente Amersfoort bij het WTC? Ik vind het heel erg belangrijk dat wij het vooral niet zelf doen als gemeente. Ik vind het veel belangrijk dat wij partners zoeken die het eigenlijk beter kunnen dan wij het kunnen. Nou ja, wij hebben het WTC daarvoor gevonden en wij betalen hen voor deze dienst aan ondernemers. Hans van der Ham, u bent voorzitter van het World Trade Center. Wat is nou de taak van het World Trade Center? Een WTC, en die zijn er meer dan 300 in de wereld inmiddels, heeft eigenlijk drie taken. Een stuk vastgoed, diensten daarin. En dan kan je denken aan eten, slapen, drinken, vergaderen. Eigenlijk diensten ter behoeve van het zakenleven, zowel de huurders als degene in de regio waar ze bij horen. En ten derde, een regionaal of stedelijke economische ontwikkeling. Onze taak is in de kern eigenlijk het bevorderen, het stimuleren van internationalisering, economische internationalisering in een stad of regio. Eigenlijk om die stad of die regio een internationaal profiel te helpen geven. Ons werkgebied waarvoor wij de licentie hebben gekregen al vele jaren geleden is Gooi, Eemland en Flevoland. Dus Amersfoort hoorde er eigenlijk van het begin al bij. Wij richten ons vooral, ik zou bijna zeggen, op de bedrijven zo'n beetje vanaf 10, 15 medewerkers. En dat zijn ook de bedrijven die het potentieel hebben om internationaal te gaan. Naast de grote bedrijven natuurlijk, die al vaak internationaal gaan. Maar daar richten we ons meer op de buitenlandse bedrijven die we naar onze regio en stad willen halen. Is een ondernemer die zou willen exporteren dan wel importeren, die meldt zich hier en die kan dan door u van alle informatie worden voorzien? Ja, wij voorzien ze van informatie. We kunnen ze ook aan contacten helpen in dat wereldwijde netwerk van WTC's uiteraard. En daarnaast werken we natuurlijk heel nauw samen met de Kamer van Koophandel om gezamenlijk, en daar hebben we een heel proces voor ontwikkeld, die ondernemer te helpen van die droom tot het resultaat zijnde business te maken in en met het buitenland. En het was natuurlijk heel belangrijk voor ons om een eigen vestiging hier te creëren, omdat je dan ook, zoals dat netjes noemen, een presence hebt. En ik zie dat al aan de medewerker die hier dit nu runt, dat zij gewoon zich al heel ver ingewerkt heeft in het netwerk. En ik was gisteravond al in Amersfoort, vandaag weer, dus als Almeerder, ik kom hier al heel veel.
Meneer Voortman, u bent directeur economische ontwikkeling van de Kamer. U bent ook een blij man vandaag? Ik ben heel erg blij. Het is voor de ondernemers een hele feestelijke dag. Wat betekent de komst van het WTC voor u? De Kamer werkt samen met het WTC om internationale handel te bevorderen en om ondernemers heel concreet te helpen bij het realiseren van hun internationale wensen, ambities. En ja, wij doen dus samen met het WTC een heleboel zaken om die ondernemer te helpen. Dus de nabijheid van het WTC, ook in je eigen pand, is natuurlijk hartstikke goed. Je loopt bij elkaar binnen en als het dichtbij is, dan doe je ook sneller zaken met elkaar. Dus ik ben helemaal blij. Mevrouw Broks, om even bij het begin te beginnen. U bent lid van de Raad voor Economische Ontwikkeling. Jullie geven als Raad voor Economische Ontwikkeling gevraagd, maar ook ongevraagd advies aan met name de gemeente. De betrokkenheid vanuit de REO is dat het een van de onderwerpen is van de economische agenda. U bent vorig jaar november geloof ik geïnstalleerd. Ja, we zijn op weg. Het is een heel mooi proces waarbij we zeker de regio bij gaan betrekken. En dat wordt al heel veel gedaan, dus we zijn zeer tevreden. Wij hebben als onderneming ervaring met exporteren. Wij hebben geprobeerd in België een vestiging te openen, waarbij we één afspraak op een dag hadden en dachten daarmee tot een afspraak te kunnen komen. Maar daar werd een lunch aan toegevoegd en een avond aan toegevoegd. En die afspraak duurde geen uur, maar duurde 2 dagen. Met die ervaring zijn we naar Rusland gegaan en hebben wij daar afspraken gemaakt. Waarbij ik als vrouwelijke onderneemster te maken kreeg met het feit dat je als vrouw 18 jaar geleden in Rusland werd genegeerd. Dus u had eigenlijk eerder bij het WTC willen aankloppen voordat u naar België ging of Rusland om te weten hoe men daar onderneemt? Ja, als wij dat hadden gedaan hadden zij wellicht daar iets over kunnen vertellen. En zeker ook over de hotelkeuze, want dat was zeer beneden peil. Waarom? Dat is een van die praktische dingen waar je eigenlijk niet aan denkt, waar ze je heel goed de weg kunnen wijzen. Maar het ontbijt was dusdanig van niveau dat je met een brood kon iemands hoofd inslaan. Wij zijn als bedrijf nu bezig om te kijken of wij onze software voor een deel in het buitenland kunnen ontwikkelen. En deze keer gaan wij zeker het World Trade Center daarbij betrekken. Ik wens jullie er veel succes bij. Ja, dankjewel. We willen met Amersfoort samen gaan werken. Nou, dat zeg je dan en dat verzin je dan. En daar denk ik ondertussen is in Amersfoort ook een proces op gang te bevorderen over internet. Arianne de Lange, jij bent accountmanager bij het World Trade Center Almere. Hoe ga jij te werk in de komende tijd? Hoe kunnen wij in Amersfoort van jou horen? Nou, ten eerste door het niet meer het World Trade Center Almere te noemen, maar Amersfoort. Om daarmee heel duidelijk te maken dat we hier actief zijn. Dat we de Amersfoortse regio meer internationaal bewust willen maken, het bedrijfsleven. Als bedrijven en adviseurs elkaar weten te vinden in internationale vraagstukken. Als mensen de grens over durven te gaan of dingen van over de grens weten te halen. Of diensten, het is natuurlijk een dienstenregio. Dus ik denk niet alleen aan auto's die heen en weer rijden met spullen, maar ook allerlei diensten. Je gaat contact leggen met de verschillende ondernemerskringen die er zijn in Amersfoort. En dat is ook al, zijn we ook eigenlijk al mee begonnen. VAB, FAO, ZZP, BV, Amersfoort Creatieve Stad. Dus dat werkt prima. Tot zover ons verslag van de opening van het World Trade Center in Amersfoort. Firma Amersfoort is het zakenprogramma van Omroep Amersfoort. En geen Amersfoortse agenda. Maar voor ons jaarlijkse filmfestival maken we natuurlijk een uitzondering. Van 3 tot en met 7 november vindt in Amersfoort alweer de 5e editie van het Cinex Filmfestival plaats. Meneer Tariet, u bent festivaldirecteur van het Cinex Filmfestival, de International Debut Film Festival. Wat houdt dat precies in? Een internationaal filmfestival gericht op debutanten en nieuwe filmmakers, nieuw talent. Zowel vanuit Nederland als daarbuiten. Dit is ons 5e jaar. Het filmfestival is in 2006 opgericht. En de afgelopen jaren is dat zich alleen maar verder gaan ontwikkelen en uitbreiden. En dit jaar vieren we ons 5-jarige bestaan. Waarom gebruikt u het woord internationaal?
Nou, omdat in ieder geval de films die draaien, dus de programmering is internationaal en de inzendingen, dus de deelnemers ook. Wij merken nu dit jaar bijvoorbeeld dat 50% van de inzendingen van de ingezonden films van buiten afkomen. Dus van buiten Nederland vandaan. En dat is wel erg leuk om te zien. Kunt u vertellen over de films die hier worden vertoond? Nou, dat zijn allemaal vernieuwende films. Films dus nergens anders vertoond zijn. Films van nieuwe makers, nieuwe talenten. Met nieuwe ideeën over het maken van film of documentaires. Het gaat om fictie en documentaires. Dus als je vooral als publiek zijnde, als je iets vernieuwends wilt zien, iets anders dan in de reguliere bioscopen, dan zou je Cinex Film Festival moeten bezoeken. We hebben het gevaar in een hele mooie boot door de grachten van Amersfoort onder aparte rondleiding, zal ik maar zeggen. Wie waren de gasten aan boord? De gasten aan boord waren onze relaties en sponsoren in het bijzonder. Sponsoren van het festival, want ja, zoals u zelf ook weet, zo'n evenement kan eigenlijk niet bestaan zonder sponsoren. Dus we hebben ze ook heel hard nodig. Dus één keer per jaar organiseren we iets leuks voor hun om gezamenlijk met hun toch even de tijd voor elkaar te hebben. Het start van het filmfestival vindt plaats op 3 november bij Theater de Lieve Vrouw. En dat gaan we vieren met de vertoning van een zeer bijzondere film, waar ik helaas nu nog geen beelden van heb om te laten zien. Dat film is een re-edit van Witlicht van Jean van der Velde. Maar dan de internationale versie, dus ook bedoeld echt voor internationale vertoningen. Het is nergens anders eerder vertaald. Dus het is een internationale première officieel als eerste vertoning bij het filmfestival Cinex op 3 november. Tot zover deze uitzending van Firma Amersfoort. Graag tot de volgende keer.